Spaghetti avocado carbonara. Kook 300 gram spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Pel 2 tenen knoflook en snijd in plakjes. Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak 125 gram spekreepjes 8 minuten op middelhoog vuur goudbruin en krokant. Voeg in de laatste minuut de knoflook toe en bak mee. Neem alles uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Rasp ondertussen 75 gram parmezaanse kaas. Snijd 2 avocado's overlangs doormidden. Verwijder de pit en schep met een lepel het vruchtvlees uit de schil. Doe de avocado met de helft van de parmezaanse kaas in een hoge beker. Vang 200 ml van het kookvocht op. Schenk het vocht bij de avocado. Pureer met de staafmixer tot een gladde puree. Giet de pasta af. Meng de avocadopuree en spekjes door de spaghetti. Breng op smaak met peper. Verdeel over de borden. En bestrooi met de rest van de parmezaan. Zo maak je spaghetti avocado carbonara.